Een hele veilige aan tafel bij, tenminste, ik kan het wel veilig noemen, tussen zoveel politieagenten. De politie als werkgever, meer blauw op straat, want we hebben die meer blauw nodig. Met wie ga ik dan praten? Karin Leijsen, Thierry Meeuwis en Nicole Graaf. Welkom. Meer blauw op straat. Hebben we zo veel tekorten, Karin? We hebben tekorten, niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in Zeeland. En dat heeft te maken met de vergrijzing die nu bij de politie voelbaar is. Hè. Veel mensen gaan de komende jaren echt uitstromen. Dus we hebben als organisatie hebben echt wel behoefte aan nieuwe instroom. Die kan divers zijn. Hè. We zijn op zoek naar jonge mensen. Maar ook mensen van middelbare leeftijd. Dus mensen die een switch in hun carrière willen maken. En die zeggen, goh, vroeger altijd bij de politie gewild. Jongensdroom, weet je wel? Jongensdroom of meisjesdroom. En die zeggen nu van, goh, ik ga me laten omscholen en kiezen voor het politievak. En Thierry, wat stond er bij jou in jouw vriendenboekjes vroeger? Ja. Wat wilde jij worden? Ja, ik wilde ook het leger in, maar ook bij de politie. Ik eigenlijk altijd een geuniformeerd beroep, zeg maar. Dat was het belangrijkste. Maar je bent niet bij de politie begonnen? Nee, ik ben, wat ik zei, eerst 2 jaar defensie gedaan. Toen naar de vrachtwagen gegaan, 8 jaar gedaan. En na de vrachtwagen ben ik geswitcht naar de politie. En, hoe lang ben jij nu al? Hoe kom je binnen? Ben je dan agent, hoofdagent? Hoe heet dat? Ja, ik ben binnengekomen natuurlijk als aspirant op de academie. En dat heb ik 2,5, bijna 3 jaar gedaan. En nu ben ik bijna een jaar hoofdagent. Oké, dus je bent eerst aspirant. En dan ben je als je dus nog op school zit of in de opleiding. Ja. Waar kan je die opleiding doen hier eigenlijk in Zeeland? In Zeeland niet. Dat is alle Zeeuwse studenten gaan allemaal naar Rotterdam, als het dichtbijzijnde. Ja. En dat is dan 3 jaar? 2 jaar. Ja. 2 jaar? Ja, de agentenopleiding is 2 jaar. Ja. Ja. Maar dan ben je dan helemaal klaar met leren? Of zeg je van, nee, oh, die 2 jaar, dan begint het pas? Ik zat net een halfjaartje voordat er een nieuwe opleiding geïntroduceerd werd. In de nieuwe opleiding ga je na je opleiding krijg je een landingsbaan. En dan word je volgens mij 3 maanden, word je nog begeleid door een ervaren collega. En dan ga je ook nog kijken bij bijvoorbeeld een teamrecherche en dergelijke om verder door te ontwikkelen tot wie jij kan en wil zijn. En ik had het geluk dat ik na mijn opleiding mocht ik in 1 keer landen op het team als hoofdagent. En de nieuwe collega's worden eerst agent. Dus ik ben hoofdagent geworden en die worden agent. En na 2 jaar worden ze volgens mij hoofdagent. Als goed functioneren. Bij goed functioneren. Ja. En zelf ook nog wat anders gedaan of zo? Nee, ik toen ik de MAVO. Nog maar een jonge Nicole was toen. 18 jaar naar de politieschool in Amsterdam, toen nog intern. En zo ben ik eigenlijk, Amsterdam, dan ben je ik ben uiteindelijk een end uit de roeirichting. Ja, maar wel naar het mooie Brabant verhuisd. En dus ik heb eerst, ik ben eigenlijk gewoon de middelbare school. En vervolgens eigenlijk naar de politieschool gegaan. Wat is de vooropleiding die je moet hebben als je bij de politie wilt? Minimaal is MAVO. VMBO-T dan? MAVO voor de ouderen onder ons, MAVO, maar dan alle vakken op D-niveau. Of je doet de 21-jaar test, de NTI of de LOI. En alles wat hoger is, kun je gewoon starten. Dus dat is de eis. En 18 jaar zijn, start opleiding. In verband met het gebruiken en dragen van een vuurwapen. En op dit moment ook vereist een rijbewijs hebben. Oké, dus daarom 18. Want ik denk van als je VMBO-T gedaan, dan ben je eigenlijk nog geen 18. Nee, klopt. Dus dan zeggen we, maakt niet uit welke opleiding je gaat doen. Van kapster tot integrale veiligheid. Maakt niet uit wat voor opleiding je doet. Want je kunt altijd, met welke achtergrond dan ook, altijd instromen. Of in ieder geval solliciteren bij de politie. Dus inderdaad, of je nou bakker bent of kapster? Nee. Maakt niet uit. Ja. Maak een opleiding die je leuk vindt en kom dan bij ons terug. Want die ervaring, zeg jij, Karin, is ook weer belangrijk. Ja, wij merken gewoon dat de skills, of iemand nu bijvoorbeeld bij de ICT in een ICT-afdeling gewerkt heeft, die kunnen we heel erg goed gebruiken bij de politie. En zo zijn er diverse
ja, competenties die mensen meenemen vanuit een oude vak. Na jarenlang daar ook gewerkt te hebben, die we als politie ja, zeer waarderen. En die we kunnen ook bruikbaar inzetten in ons vakgebied. Ja. Ik kom zelf uit Amsterdam oorspronkelijk. Waar heeft jouw wieg gestaan? In Roosendaal, Brabant. ja, oké, okay, ja. Maar je woont nu ook in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, ik ben... nee, ik woon niet in Zeeuws-Vlaanderen, ik woon wel in Zeeland. Ik ben getrouwd met een Zeeuwse en ook een politieagent. Dus die zit op, in Walcheren op het basisteam en ik mocht naar Zeeuws-Vlaanderen komen. En wij zijn... Dus dat is wel iedere dag heen en weer rijden. Dat zou het wel ideaal zijn als je inderdaad mensen hebt in... woon-werkverkeer is natuurlijk sowieso ideaal als dat dichtbij is. Ja. Ja, dus wij zijn echt wel op zoek ook hier in Zeeuws-Vlaanderen naar Zeeuws-Vlaamse collega's. Hè? Mannen, vrouwen van alle leeftijden die het leuk vinden om ja, eigenlijk bij de leukste werkgever van Nederland te werken. Het is echt een hartstikke leuk beroep. Het is een hartstikke leuk team. Heel divers, dus alle leeftijden hebben we in ons team. Je kan ook binnen de politie echt wel heel veel doorgroeimogelijkheden. Hè? Je begint uiteindelijk in de basis. Maar je kan, als je affiniteit hebt met zeden, met recherche, met informatie, met data, met opsporing. Nou, ze zijn er denk ik wel 30, 40 taakvelden te bedenken waar je gewoon in kan doorgroeien. Ook in Zeeuws-Vlaanderen? In Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen is het met name recherche en basispolitiezorg. Dus echt de auto op straat als mevrouw Jansen belt. En daarvoor daarna kun je ook nog doorgroeien naar bijvoorbeeld een recherche in Middelburg. Hè. Er zijn twee soorten recherches. Bij ons is het met name veel voorkomende criminaliteit, dus de woninginbraken. En als het echt criminaliteit is die echt wat zwaarder is, dan gaan ze naar de districtsrecherche. Dat is ook een speciaal team. Zijn er nou bijvoorbeeld echt moorden of zware delicten, echt, dan gaan die naar een DRR. Die zit dan ook in Middelburg. Een DRR, dat ja, is? Ja. Dienst regionale recherche. Dus de regionale, dat is echt ja, alweer ja, wat groter. Ja. Je zegt echt specifiek, ja, mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Waarom gaan we niet werven in de buurt van Amsterdam, Rotterdam? Van, ach, kom naar Zeeuws-Vlaanderen. Waarom wil je juist de mensen uit Zeeuws-Vlaanderen? Nou, ook die mensen zijn zeer welkom. Hè, want we zien ook wel vaak dat mensen die affiniteit hebben met het platteland, of in ieder geval met Zeeuws-Vlaanderen, of met grensgebied, zien we ook wel eens mensen echt van Utrecht, Amsterdam of elders van het land hier naartoe solliciteren. We hebben ook best wel dat soort mensen in het team. Ook zeer welkom. Ook diversiteit is op dat manier dat je binnenhaalt. Maar we merken ook wel ja, dat Zeeuws-Vlamingen ook wel de taal, de cultuur begrijpen. Dus we zijn ook wel echt... Je komt van, je snapt de mensen. Ja, 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 makkelijke aansluiting vinden. Dus ook hier zijn we echt wel op zoek naar goede mensen. We hebben natuurlijk veel Vlamingen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen. Maar als Vlaming mag je het, je moet wel Nederlander zijn. Je moet Nederlander zijn, ja. Je moet wel Nederlander zijn. De ja. Nederlandse nationaliteit is verplicht. Ja. 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 Mag een dubbele nationaliteit hebben? Dat mag wel. Ja. Maar je moet in bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit. Ja, ja, want dat is als je zegt van ja, ook de Vlaming, hè, die hebben er veel van. Ja. 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 Maar je kan dus inderdaad geen Vlaming hier laten werken, mocht iemand daar interesse in hebben. We hebben ook veel collega's die net over de grens in België wonen. Ja. Die bijvoorbeeld samenwonen of gehuwd zijn met een Belgische. Nou ja, dat brengt ook weer diverse... Je snapt dan wel de cultuur. Ja, ja. Nou, dan zeg je wel, ja, het maakt niet uit welke leeftijd. Ik ben 51. Ja, ik denk dat ik niet eens door de sporttest kom. Want volgens mij moet je ook nog wel fit zijn, toch? We hebben een gratis sportapp, politie sportapp. En daar kun je gewoon treden voor treden kun je gewoon trainen. Dat bieden wij ook aan. Als wij een intake hebben met mensen, vragen of zij conditioneel al op orde zijn. Staat in de vacature, weet je, ben voorbereid. Nou, dat is niet altijd zo. Ze kunnen nog een oefenmoment trainen voordat ze de echte keuring gaan doen. Stel voor dat ze het niet halen, dan gaan we ook wel eventjes met hun in gesprek. Halen ze het wel, zijn ze een stukje verzekerder en halen ze zeker een betere tijd op het selectieproces, op de toets zelf. Dus dat, ja, je dus moet wel een trainen. Sport heb. Kan iedereen die vinden? Iedereen kan hem goed vinden. Als ik nou denk, nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe ga ik dat vinden? Maakt niet uit. Je kunt gewoon zoeken. Politie sport app. De politie sport app. Dus dan kan ik kijken of ik fit genoeg ben. Bij treden 4, 5, dan zit je op het goede. Dan kun je de test halen. En dan nodig ik je zeker uit.
Ik ga oefenen, ik ga oefenen. Ja. Oh jee, dan, dan komt de cameraman waarschijnlijk ook gelijk mee, want dat wil hij natuurlijk zien. Ja. En er zijn natuurlijk regelmatig ook informatiemomenten. Als mensen nu heel erg nieuwsgierig zijn geworden, ze hebben die dag gemist. Wat kan ik doen als ik toch nieuwsgierig ben? Nou, dan kun je sowieso een afspraak maken. Dus jouw telefoonnummer niet onder het beeld zetten? Nee. Nou, dan kunnen ze sowieso op politiebureau even contact opnemen. Hè? Want we hebben een hele hoop collega's. Dat zijn alle collega's die iets kunnen zeggen over het politievak. Dus daar kennen ze. Bel je dan? Ja, je moet toch niet 112 bellen? Nee, dan kunnen ze ook nog bij kombijdepolitie.nl. Dat is een site, daar staat eigenlijk alles op van de politie. Kombijdepolitie.nl? Ja. Dat en kan eigenlijk... je dan ook specifiek voor Zeeuws-Vlaanderen kiezen? Of is dat algemeen? Je kiest volgens mij niet voor Zeeuws-Vlaanderen. Dat komt pas later. Hè. Uiteindelijk wordt later, gedurende die opleiding, wordt een keuzeproces gemaakt. Hè. Maar 9 van de 10 keer zien we wel dat de Zeeuwen echt wel in Zeeland blijven. Omdat er hier echt wel heel erg behoefte is aan Zeeuwse collega's. En ik zie ook wel een beetje zo van dat de Zeeuws-Vlaamse collega's ook wel die kiezen voor Zeeuws-Vlaanderen. In ieder geval ook wel hier geplaatst. Nee, volgens mij vinden heel veel jongeren het ook wel weer leuk. Gewoon, die willen gewoon eigenlijk hier wel blijven. Een rijbewijs. Ja, je was al vrachtwagenchauffeur. Dus dat is helemaal geen probleem natuurlijk. Ik had mijn rijbewijs al wel. Ik heb wel medestudenten gehad die in de opleiding nog een rijbewijs moesten halen. Dat is wel een hele belangrijke, want zonder rijbewijs kan je de opleiding ook niet afmaken. Nee, je kan wel op je fiets stappen, maar dat schiet niet op. Niet altijd te bedoelen. Maar je hebt je rijbewijs nodig voor de speciale politierijtraining die je gaat krijgen. Dus een gewoon rijbewijs is niet voldoende? Als ik zeg van, nou ja, ik heb keurig mijn rijbewijs. Nee, je krijgt een speciale politierijtraining. Dat is ook logisch, want wij rijden ook met de blauwe lichten op het dak en met de sirene. En wat harder... Wat harder, maar ook dan mogen wij door rood. Ook zonder lichten mogen wij door rood. Het zijn ook gewoon... zonder lichten? Ja, zeker. Als het nodig is voor onze taak, mogen wij gebruik maken van vrijstellingen. En dan mogen wij ook door het rood heen rijden. Als dat noodzakelijk is voor te halen van ons doel. Dat kan dus ook gevaarlijk zijn. Wat leer je dan in zo'n rijopleiding, behalve door rood rijden? Je leert ook de regels, want ook wij zijn dan nog verbonden aan regels. Dus de regels waar je ook aan moet houden. De veiligheid is ook heel belangrijk daarbij. Maar ook dat je iets harder gaat rijden. Hoeveel harder ga je rijden? Inzicht krijgen. Wat doet het overige verkeer als ik eraan kom met blauwe zwaailichten en sirenes? Er is niks zo onvoorspelbaar als andere mensen op het moment dat wij aankomen. Ja, je ziet die beelden wel eens op televisie, hè? Dus je hebt ze, jij hebt nog niet zo lang geleden gedaan, maar heb je zelf, was dat vroeger ook al dat je een rijopleiding moest doen? Ik heb hem, ik had tijdens mijn opleiding zelf had ik nog geen rijbewijs. Dus tijdens mijn stage mocht ik niet rijden. Ik heb 3 dagen voordat ik echt begon bij de politie als agent, heb ik mijn rijbewijs gehaald. Dus ja, dan was de nachtdienst ideaal om met mijn collega's samen alle parkeerplaatsen af te rijden en te leren inparkeren, want dan leer je pas rijden. En toen heb ik ook echt een 3-weekse rijopleiding gehad, waarbij je gewoon anders leert kijken, veel sneller dingen te zien. Hè? Niet alleen het werken aan zich, het verkeer, maar ook gordels, kentekens onthouden, bijzondere dingen aan auto's. Dus je leert veel, leert op een andere manier kijken en doen. Dat was dus in de auto's stuk op de motor ook zo? Op de motor ben je natuurlijk veel minder veilig. Hè? Dus heb ik ook 3 weken een rijopleiding. Is ook nog een speciale, dus behalve je gewone motorrijbewijs, is er ook weer een speciale politie. Hoe noem je dat? Rijopleiding voor de politie. Ja. En dan hebben we het ook nog niet eens. Dan heb je ook nog rijopleidingen voor het arrestatieteam, voor het observatieteam. Dus er zijn echt wel een dus je blijft ook leren. Een levenslang leren wordt gepromoot. Ja. Dat is dus ook binnen de politie zo. Ja. Het is niet zo, ik ben klaar en ik kan je blijft bonnen gaan schrijven. Hoe vaak hoor je die flauw om op? Die hoor je heel vaak. Ja. Ja. Nee, maar dat is wel het voordeel aan de politie. Je kan binnen de politie heel erg blijven doorontwikkelen. Ik bijvoorbeeld ga volgende week weer een opleiding in, tot de ME'er dan. Dus als blijf dat je is... dan wel in de regio? Ja, dan ben je gewoon van het basisteam. Dus je blijft bij het basisteam, alleen word je inderdaad door... Ik zit in een groep van Zeeland als ik de opleiding mag behalen. En dan kan je opgeroepen worden en dan ga je met z'n allen die kant op. Oké. Iets wat minder leuk is agressie. Hoe is dat in Zeeland? En je ziet natuurlijk wel vaak beelden van de grotere steden, maar
Terneuzen is toch ook wel een stad die heel divers is. Hebben jullie daar moeite mee? Zeg ik maar. Kijk, het zit ook wel een beetje bij het vak, hè. En tijdens gewoon ook in de opleiding, maar ook gewoon tijdens je vaardigheden, die heb je een aantal keren per jaar, wordt er echt bij stilgestaan. Hoe ga je nu mensen in ieder geval het woord staan en hoe kun je agressie zoveel mogelijk vermijden? Daarnaast heb je natuurlijk ook bewapening, zoals mijn collega ook laat zien. Ja, je zit behoorlijk klem ja. hier in de stoel. Ja. Ja, dat wel. Dus je leert ook met mensen omgaan om zoveel mogelijk agressie in ieder geval te duiden. En tuurlijk, hè, heb je ook vaak met dezelfde kant van de samenleving te maken. Hè? Maar daar, ja. En er is niet altijd dat je zegt dat er geen agressie is naar politie en dat er ook wel eens een klap valt, hè, tuurlijk. Collega's worden tegenwoordig ook daarvoor goed opgevangen. We hebben er speciale teams ook voor. Maar ja, je hebt daar wel mee te maken. Dus een politievak is ook met mensen ja, die anders zijn. Je psychische problemen hoor je natuurlijk in de media veel over. Heb je dat zien veranderen? Ja, in de 33 jaar dat ik bij de politie werk wel. Waar we voorheen nog wel eens naar een ziekenhuis konden brengen of naar een opvang konden brengen. Ja, is dat nu wat wordt mensen veel langer thuis gehouden. Dat is wel een groot verschil. Wat dus ook overlast veroorzaakt voor de hele buurt. Dus waar jullie mee geconfronteerd worden. Ja. Wat ik al vooral merk is dat we dan heel mooi aan kunnen sluiten op dat stukje diversiteit. Want je hebt ook diversiteit in waar de kracht van iedere collega ligt. En sommige collega's die zitten heel erg goed in de zorgkant. Ook voor mensen met psychische problematiek, de zorgkant daarvoor. En anderen zijn weer heel sterk op straat om het stapje naar voren te doen om met de zware agressiviteit die wij soms mee te kampen hebben om mee om te gaan. En als je dat toch samen op de auto kan zetten, dan heb je een heel mooi duo wat heel goed samen kan werken. Iedereen heeft zijn eigen kracht. Ja. En zijn specialiteit eigenlijk. En die vrijheid krijg je dan ook wel. Dat je zegt, maar daar heb ik de meeste feeling. Ja. Ja. Worden mensen ook in opgeleid, begeleid. En mensen bijvoorbeeld met autisme, hè, van hoe ga je daarmee om? En zo zijn er meer mensen in de maatschappij die speciale vaardigheden nodig hebben, ook vanuit de politie. Nou, daar worden mensen ook in gecoacht, in opgeleid. Dus dat is wel heel fijn. Ja, zie je de opleiding. Jij denk ik dat jij een hele bewuste keuze gemaakt hebt. Je hebt geen broekje net van, je kan geen 16 zijn. Van school komen en zeggen, ik ga bij de politie, de boeven vangen. Voor jou is het een bewuste keuze. Zie je veel uitval in de opleiding? Ja, veel wil ik niet zeggen. Dat kan heel erg afhangen natuurlijk van met wat voor groepen we beginnen. Kijk, je merkt natuurlijk wel dat de mensen die echt de bewuste keuze hebben gemaakt, dat die vaak wel de opleiding ook afmaken en afronden, omdat die weten gewoon van dit is wat ik wil en ik weet wat ik ervoor moet doen. Het zijn vaak, naar mijn gevoel, eerder de jongere mensen inderdaad die afvallen in de opleiding. Maar ik heb in mijn lichting ook meegemaakt dat er heel veel jongere collega's het gewoon wel gehaald hebben. En nu een prima collega op straat zijn. Ja. Of is de selectie, je werkt hier al, je hebt niet direct te maken met de selectieprocedure. Nee, ik als recruiter wel met het selectieproces. Waar mensen op afvallen is, of later uitvallen, is toch wel dat ze het te zwaar vinden, dat het te veel op me afkomt. Vooral jonge collega's. Er is een zware psychologische test, hè, die wordt gedaan. Er wordt een rollenspel gedaan. Een gesprek toch wel van 1,5 tot 2 uur met de psycholoog. Dus er worden toch echt wel afwegingen gemaakt waarin iemand echt wel stabiel moet zijn om aan de opleiding te starten. Maar iemand kan ook een rugzakje mee hebben dat tijdens een opleiding een onderdeel wordt aangesproken dat toch wel heel dichtbij komt. En dan vallen ze niet zozeer uit, maar hebben ze wel eventjes lopen ze een vertraging op om dat even te verwerken. Dus we proberen wel mensen binnen boord te houden. Okay. Eerst dus echt goed selecteren, dus je weet waaraan je Ja, ze weten waar ze beginnen. Ja, we beginnen nadat ze de cognitieve test hebben gemaakt. Komen ze bij ons op intake. Nou, die doe ik zelf ook. Nemen we intake, stukje naar motivatie vragen. Wat is nou de motivatie? Hoe kom je bij? Wat is je beroepsbeeld? Heb je er een idee bij? En niet alleen bekeuringen schrijven, maar wat denk je wat de politie überhaupt doet? Dus dat wordt echt wel gevraagd. Dat is toch wel een gesprek van een uur. En dan gaan ze het selectieproces in. Eerst sporten. En dan de psycholoog. En daarna, als ze daar doorheen zijn, hebben ze eigenlijk wel al 80% al behaald. En dan een medische keuring en screening. Ja, het is ook een beroep met
nachtdiensten. Ja. Ja, en veel administratie, want dat wordt wel eens vergeten. Het is niet alleen buitenspelen, maar het is ook veel administratie. Hè? Dat zit tegenwoordig bij iedere werkgever, denk ik. Maar ja, dat wat je aan bevindingen op straat opdoet, ja, dat zal op papier moeten komen. Ook voor de officier en later ook voor de rechter. Dus het is ook veel administratie. Veel administratie. Ja. Dus kom bij de politie.nl. Ja. Ik zei werk bij de politie. Nee, kom bij de politie.nl. Ik ga de sportapp downloaden, want dan... gaan we vast nog eens hele bijzondere contact. Beelden krijgen als ik ga sporten. Ik bedank jullie voor jullie komst. We zaten hier bij de hockeyclub in Hulst. En ik hoop jullie wel in een gezellige setting nog een keer tegen te komen. Dank je wel. Komt goed. Dank je.